Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuw videoblog over passief inkomen met dividendaandelen. Ik ben vandaag in Istanbul in Turkije en vandaag wil ik het hebben over waarom je dividend investeren niet moet zien als iets alleen maar voor jezelf, maar ook voor de toekomst. Het is heel fijn om in het leven een hoger doel te hebben en om bijvoorbeeld een gezin te stichten. Dat is heel mooi, dat is heel veel voldoening. En vaak denken mensen dat dividend investeren alleen maar iets is om jezelf rijk te worden, of dat ik het doe om alleen maar rijkdom te promoten. En dat wil ik zeker niet zo doen. Dat wil ik zeker niet zo zijn. Voor mij is het belangrijk dat mensen meer uit leven halen dan alleen maar het maken van veel rendement. Of dat alleen maar het rendement aan zichzelf besteden. Dat is niet echt mijn doel om met dividend investeren te bereiken. Ik wil graag dat mensen zien dat dividend investeren het leven ook, de levenskwaliteit omhoog kan doen. En dat is onbetaalbaar. Levenskwaliteit kun je natuurlijk omhoog krijgen door goede voeding te kopen. En als je daar het geld voor hebt, dan kun je dat natuurlijk vanuit je dividend betalen. En dat is heel belangrijk. Ook op een goede locatie wonen bijvoorbeeld is ook heel belangrijk. Dat kun je ook zeg maar, uit je dividend weer bekostigen. En dat is heel belangrijk. Dat zijn grote dingen die het leven mooier maken en een hoge kwaliteit geven. En waarop je ook je kinderen weer een mooiere toekomst verder kunt geven. Je moet voorstellen als jij je huis hebt afbetaald en op een gegeven moment overlijd je helaas. Maar dat gebeurt. Dan kun je wel dat huis nalaten aan je kinderen. En dan hebben zij een soort vorm van erfenis waaruit ze de rest van hun leven ook weer kunnen leven. En van kunnen leven. En ook daarmee hun kinderen weer een betere toekomst geven. Het is te egoïstisch om alleen maar aan jezelf te denken. Het is egoïstisch om alleen maar je kapitaal in grote auto's, in grote dure spullen te willen steken en je ego te willen strelen. Dat moet je voorkomen. Het is niet goed en het geeft ook uiteindelijk geen voldoenend gevoel. Wat voldoening geeft is te weten dat je kinderen en je kleinkinderen het beter hebben dan jij en dat dat zich doorzet. Dus dat ze steeds verder opklimmen op de ladder van het beter hebben. Niet om beter dan anderen te zijn, maar om het beter zelf te hebben. Zodat ze zich beter voelen, gelukkiger en nog meer deze positiviteit kunnen doorgeven aan de volgende generaties. En misschien is dat ook wel een beetje egoïstisch, want het zijn natuurlijk jouw kinderen, het is natuurlijk jouw nageslacht. Maar dat geeft niet. De natuur die werkt op die manier dat er een soort positief egoïsme bestaat. En positief egoïsme, daar is eigenlijk de hele natuur op gebaseerd. Jij wilt iets verdienen, daarvoor heb je de hulp van een ander nodig. Jij wilt iets verkopen, daarvoor heb je een ander nodig. En je verkoopt het omdat een ander dat graag wilt. En de winsten die zijn voor jou. Dus dat is positief egoïsme. Je doet iets omdat je een ander helpt, maar je krijgt er zelf iets voor terug. Zo werkt de natuur. Het is niet zo dat alles onbaatzuchtig moet gebeuren. Het is mooi als het een keer gebeurt. Altruïsme is heel goed. Dat kan bestaan. En het is ook goed dat het bestaat. Maar je kan niet volledig zijn. Hè? We moeten ook soms gewoon harde transacties doen. Maar daar kan een ander ook beter van worden. Hè? Als ik een lekker stukje vlees wil en ik heb alleen maar geld en ik heb geen keuken. Of ik ben onderweg, net als nu hier in Istanbul. Dus het is fijn als ik ergens lekker een stukje kan eten. En dan is dat, ik word er beter van en degene die dat verkoopt wordt er dan ook wat beter van. En zo moet je dividend investeren ook gaan zien. Het is iets waarmee je niet alleen maar voor jezelf doet. Ik wil dat heel erg benadrukken. En ik wil ook niet zo'n soort kanaal zijn waarop mensen eigenlijk alleen maar dividend investeren voor hun ego. Omdat ze willen patsen met dure spullen en met dat ze veel geld hebben. Nou, zo'n type ben ik niet. Ik hou daar niet van. Mijn doel is om de volgende generatie beter te geven. Om een fijne, mooie thuissituatie te creëren voor een familie en een gezin. En zodat deze kinderen en kleinkinderen ook een hele mooie tijd hebben. En dat ze het beter hebben dan mijn generatie. En niet dat ik het nou zo slecht heb, maar het is altijd fijn om te weten dat je een soort nest bouwt voor de toekomst. En dat het nest goed is. Dat het nest ook de sterke wind overleeft die er aankomt. En dat is voor mij dat is heel belangrijk. Ik vind dat het vaak ondergeschat wordt in waarom ga je eigenlijk investeren. He, mensen vragen, waarom zou je investeren? Nou, dat is een reden. Dat is een hele goede reden. Dat is eigenlijk de enige reden waarom je het zou moeten doen. Want voor jezelf, voor je ego, dat is nooit goed. Dat moet je loslaten. Dat word je alleen maar, dat verzuurt. En dat is niet goed, want ik heb zelf ook die dingen meegemaakt dat ik alleen maar
geld verdienen aan mezelf besteden. En uiteindelijk krijg je keuzestress, want je weet niet meer waaraan je nou je geld moet besteden. En je hebt maar een bepaald aantal artikelen natuurlijk die je kunt kopen. En er word je geen fijne persoon, word je er gieriger van. Het is niet goed. Het is goed om te geven en het is ook goed om aan goede doelen wat te geven voor je dividendinkomsten. Teruggeven aan de natuur en aan de mensheid. Dat is heel goed, dat is heel belangrijk. Teruggeven, dan leer je ook weer je winsten waarderen. Wil je nou meer weten over dividend investeren? Dan kun je ons volgen op Facebook en op Instagram. De links staan onder het filmpje. En wil je weten welke broker ik gebruik? Dan kun je ook op het link hieronder klikken van Flatex. Dat is de broker die ik gebruik. En als je wil weten welke analist ik gebruik, dat is groeidividend.nl. Kun je ook onder het filmpje vinden. Klik op de link. Kun je gelijk een proefabonnement of een volledig abonnement afsluiten. Dat was het voor vandaag. Vanuit Istanbul, Turkije. Zeg blijven kijken. En graag tot de volgende keer.